en merkwaardige op Radio 1. De vraag is, kun je stilte horen? Stilte dus in Lommel rond 11 uur. Die stilte zal ook te horen zijn op Radio 1. Die stilte zal ook te horen zijn op Radio 1. Kan dat? Ik hoor nu stilte. Mooi, hè? Ja, is de akoestiek van onze studio's. Vind je dat niet kan? Nee, het kan niet. Stilte kun je niet horen. Nee. U kunt de herdenking horen op Radio 1. U bent erbij op Radio 1 met de herdenking, maar u kunt de stilte niet. Nee, het kan niet. Oké, dus jij vergeeft het Lara wel, hoor. Oké, tuurlijk. Ja, dat was het. Ze zeker bij de laatste keer. Nee hoor, je bent nog niet van me af. Wat dacht je van zwemster Femke Heemskerk? Dat was heel erg scherp. Dus, en dat, je voelt toch de hete nek in je adem. Dus, hete adem in je nek. Knip alsjeblieft. Knip alsjeblieft. Ik heb toch geloven, die 4 of 5 jaar dat je dit gedaan hebt. Mensen gaan het verbeteren zelf nu. Ja, letten op zichzelf. Ja. Ja, ik moest daar ook een beetje aan denken bij deze meneer die bij een vechtsportgala is. Ik weet echt niet meer welke uitzending het was. Maar een van de trouwe briefschrijvers die stuurde ons dit fragment. Legitimeren. Zo moet hij. Als de overheid veel eerder in had gegrepen om de sport ook gewoon legaal te legitimaliseren. Je gebruikt hele moeilijke woorden vanavond. Ja, moet wel even, want ze denken dat we allemaal te dom zijn. Wel nee, denken we niet. Ook hier zijn spreker een slachtoffer. Ja, zit bewust voor een incident. Ja, precies. Ja. Ja, ze zijn zich bewust van jou. Ja, dat geldt ook voor Walter Drescher, misschien voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. Die ook iets zoekt in een radio-uitzending, maar het niet vindt. Want, hoe heet het ook alweer? Met een vallige hond is het kwaad kersen eten. Ja, doe maar wat, joh. Hij vraagt zich echt wel af of hij het wel goed zit. Allemaal dankzij jou, Wim. Ja, we gaan het dan ook goed zeggen. En Jeroen Recour in Kassa, die is echt heel mooi. En let op, Arie, wat de presentatrice doet. Nou, als je dan niet zelf kritisch volgt, of je vraagt je neef, je broer of je tante om dat kritisch voor jou te doen, dan heb je kans dat je van de wal in het schip moet. Ja, zeg je dat? Ja. In ieder geval dat erger wordt. Ja, dankzij, ja. Dus je moet zelf heel goed opletten. Ze zeggen het heel snel, hè? Dus je moet zelf heel goed opletten. Ja. Ze zeggen het ook, inderdaad. Het is beantwoord fout. Overigens, Jeroen Recour, wederom een lid van de Partij van de Arbeid-fractie in de Tweede Kamer. Ja. Hebben wij iets tegen PvdA? Nee, we hebben niks tegen PvdA. Dat waren ze allemaal, denk ik. Dat was het, Arie. Ja, en je merkt dus dat mensen zichzelf gaan verbeteren. Dat vind ik al een hele winst. Ja. Dat moet je nog meer verwachten dan... We hebben invloed. Ja, precies. Mag allemaal jouw enorme invloed. Te veel eer. Even nog één vraagje voor je definitief ons gaat verlaten. De Wereldomroep en de zender en het programma, alles gaat verlaten. Ja. Wat vond je nou in die jaren zelf de aardigste? Ik kan hem niet letterlijk citeren, want er is hij te ingewikkeld voor. Ja. Maar er was een middag dat Gerdy Verbeet, de huidige voorzitter van de Tweede Kamer, gekozen werd tot voorzitter. Er waren een paar kandidaten. En Verbeet die stond op het spreekgestoelte zichzelf te verdedigen onder het motto stem op mij. En toen maakten ze duidelijk dat zij staan voor duidelijk taalgebruik om dus het parlementaire gebeuren bij de mensen te brengen. Ja. Ik sta voor helder en klaar en inzichtelijk taalgebruik, want zo verkopen wij het parlement aan de Nederlanders. En wij hebben toen een stukje van haar toespraak uitgezonden, die zo afschuwelijk vol met fouten en toestanden zat, met zinnen die begonnen en die eindigden achter Mars en nooit meer terugkwamen op aarde. En dat was precies in het gedeelte waarin zij eenvoudig taalgebruik verdeelde. Ja, het was boerenkool met slagroom. Ja. Die is maar al die jaren is me dat bijgebleven. Daar word je nog wel s'nachts zwetend wakker van. Ja, want door alles heen. Kijk, we hebben mensen misschien wel eens een beetje voor gek gezet. We hebben nooit mensen uitgelachen. We hebben mensen toegelachen. Ach, komt u nou toch eens even lekker op schoot zitten. Heeft u een foutje gemaakt? Nou, wij zijn solidair, hoor. Goed, en we hebben gebruik gemaakt van het materiaal. We hebben mensen niet uitgelachen. Maar politici heb ik wel uitgelachen. Ik ben hier ook kwaad geworden op politici en andere mensen met een voorbeeldfunctie. Maar dat vind ik dus wel erg. We hebben ons het schompers gelachen de afgelopen jaren om fragmenten. Jij en ik, en onafhankelijk van elkaar. Maar mensen met een voorbeeldfunctie, die hebben lekker voor schut gezet. Met genoegen. Glaasje water, staat u me even toe? Tot zover de epiloog van dominee Vriezen. Ik zou dorst krijgen van al dat gepraat. Wim, ik vond het leuk, die was al die jaren en gezellig dat je meedeed enzovoort. Wij gaan gewoon allemaal wat anders doen nu. Dank u wel. Het was mij een groot genoegen, Arie. Ja, bedankt. Alsjeblieft. Wim Vriezen.
dit is klaar de taal. Het woord van Wim. Wim Daniels. Wim Daniels, taalkundige te Eindhoven. Waar was jij deze week? Ik was in Ede op het Pallas Athene College. Oh, en wat is dan je woord van de week? Taalbeleid. Ik moest daar een voordracht geven als start voor een nieuw taalbeleid op school. En ik was, toen ik daar naartoe ging, wel benieuwd hoe daar nou in andere landen naar gekeken wordt naar taalbeleid. En daar blijkt het altijd zo te zijn dat het gaat om het leren van de oorspronkelijke taal of bijna altijd het leren van het Engels. Wat er voorrang moet krijgen, bijvoorbeeld in Tonga. We hebben ze in februari van dit jaar nog een nieuw taalbeleid ingevoerd dat het Engels niet meer op de eerste plaats moet komen. En in Namibië bijvoorbeeld, kwam ik in iets tegen van januari, daar wordt vaak Engels als eerste taal onderwezen, maar dan stond het Namibië's language policy is poisoning its children, want de docenten geven daar zo slecht Engels dat die kinderen gewoon heel slecht Engels aangeleerd krijgen. Maar in Nederland gaat het helemaal niet over de oorspronkelijke taal Nederlands of Engels aanleren. Maar taalbeleid is hier de actieve wijze, zo wordt het gedefinieerd, waarop de school omgaat met het optimaliseren van taalgebruik tussen alle geledingen binnen de onderwijsstructuur, opdat maximaal gepresteerd kan worden. En dat betekent, alle docenten, niet alleen de docenten Nederlands, moeten op dezelfde manier toetsen afnemen. Moeten op dezelfde manier leren hoe kinderen moeten leren samenvatten. En een docent biologie, die moet ook op de spelling letten. Dat is een toenemende mate in Nederland. Taalbeleid op school. Dat is mijn woord van de week. Taalbeleid. Tot volgende week. Wim Daniels. Hij heeft ons allen onderwezen in taal de afgelopen 8 jaar. We gaan verder met een column. Hier is Paulien Cornelissen. Dit is mijn laatste column voor Klare Taal. Klare Taal stopt. Arie Bras gaat, for all we know, een kano-school beginnen in het Amazonegebied. En de Nederlandse taal zal, meer dan ooit, onderhevig zijn aan wildgroei die niet meer zal worden gemonitord. Zei ik daar gemonitord? Ja, maar daar zal niemand zich meer boos om maken. Alleen stiekem, in stoffige kantoren en afgelegen plekken op het internet. Is dit erg? Ik ben altijd de eerste die roept dat het niet erg is als taal in het wild groeit. Laat allemaal maar lekker verloederen, want alleen zo ontstaat nieuwe taal. In een overgereguleerde samenleving is taal misschien wel het wildste wat we hebben. Maar ja, ook al ben je voor wildgroei, dan nog is het wel leuk als er iemand bij staat die het opschrijft, denk ik. Sinds ik voor Klare Taal ben gaan schrijven, en dat is meer dan 5 jaar geleden, ben ik gedwongen geweest om eens in de 2 weken in ieder geval iets op te merken en daar een stukje over te schrijven. Ik kreeg maar af en toe commentaar uit de binnenlanden van Papua-Nieuw-Guinea bijvoorbeeld, van iemand wiens enige band met het vaderland de Wereldomroep was. Zo iemand had dan bijvoorbeeld een taalfout van mij opgemerkt. Ooit heb ik ook een geluidsopname gekregen van een gekko uit Indonesië, zodat ik met eigen oren kon vaststellen of zo'n beest nou wel of niet gekko zegt. Vaak hoorde ik helemaal niets en dat vond ik eigenlijk ook wel prima. Het ging me er namelijk niet om een discussie op gang te krijgen en nog minder om te vertellen hoe het moet. Ik heb het alleen maar willen opmerken. Dag luisteraars, dag Arie, dag Klare Taal. Dag Paulien Cornelissen. Volgende week de laatste column van Lydia Rood, de laatste taaltest in Klare Taal en nog wat andere weemoedige zaken. Als pleister op de wonden geven we ook deze week weer wat prijsjes weg. Ditmaal 4 exemplaren van het nieuwste boek van Paulien Cornelissen. En dan nog iets heet dat. Te winnen door iedereen die een oplossing instuurt op het cryptogram van deze week. Het maakt niet uit of die oplossing goed of fout is. Oh, waar niet op letten? Kijkt u op onze internetpagina of u vorige week of deze week iets gewonnen heeft. www.wereldomroep-klaretaal aan elkaar. En als u geen internet heeft, dan wacht u gewoon tot er een pakketje in uw brievenbus ploft. Daar ga ik niet op letten, want daar ben ik niet van aangenomen. We trekken de prijzen volstrekt willekeurig, dus het kan zomaar zijn dat u meerdere prijzen wint deze weken. 1 vraagje nog, vermeld even een postadres bij uw inzending. Dat scheelt ons een hoop werk bij het versturen. Goed, we vervolgen met het cryptogram. Dit was de opgave van 2 weken geleden. In het verkeer verdwenen junk. En de winnaar verblijft te. Goeiedag, u spreekt met de Wereldomroep in Hilversum met Arie Bras. Goeiedag. Ik zoek Yvonne van Akkeren. Is die aanwezig misschien? Die is aanwezig, ja. Zou ik even kunnen spreken? Zullen we even geven? Dank u wel. Arie Bras, de Wereldomroep. Ha,
Hallo, Yvonne. Dag, Yvonne van Akkeren, Borken-Burlo in Duitsland. Ja, klopt. Met Adi Bras van de Wereldomroep. U heeft het cryptogram gewonnen van Klare Taal van de afgelopen 2 weken. Oh? Dat wil zeggen, ja, van 2 weken geleden. Hoe bestaat het? Ik weet nooit wat. Nou, nu wel, hè? Ja. Mooi is dat. Dat voelt wel lekker. Ja, het was die opgave in het verkeer verdwenen junk. Weet u nog wat de oplossing was? Weggebruiker, hè? Was dat het? Ja, ja, vast. En waarom? Nou, die verdwenen junk, die is weg. Uh-huh. Of die, ja, die is weg. Ja. En die junk, dat is een gebruiker. Juist. Dus zodoende dat we daar ook qua... Ja, en het verkeer komt ook nog even op draven natuurlijk, hè? Ja. In het verkeer verdwenen junk. Ja. Het verkeer is natuurlijk een weggebruiker. Ja. Een weggebruiker is niet het verkeer. Ja, heel goed. Ik feliciteer u met de winst. U krijgt van ons een aardig boekje toegestuurd. Nou, dat is hartstikke leuk. En de eeuwige roem. Nou, dat is nog leuker, hè? Ja. Ja. Gefeliciteerd. Ik kan het helaas niet zo lang meer maken. De uitzending zit er bijna op. Oké. Okay. Dus, nou, dat is erg leuk. Ja, we sturen het toe en zo snel mogelijk. Ja, dank u wel. Dag, mevrouw Van Akkeren. Dag. Yvonne van Akkeren dus in Borken, op Borken, denk ik, Boerlo, Duitsland. Verder met de nieuwe opgave, de allerlaatste in Klare Taal. Hou er rekening mee dat we voor dit cryptogram een inzendtermijn hanteren van 1 week, dus niet van 2 weken. Omdat we na volgende week geen Klare Taal meer uitzenden. Wel een vervangend programma, maar daarover zo meer. Zeg, wat zullen we nu krijgen? We zoeken nog eenmaal een woord en dat woord heeft 11 letters... En we omschrijven het woord als volgt. Muzikale kasteelovereenkomst. Herhaling. Muzikale kasteelovereenkomst. Muzikale kasteelovereenkomst. De 5e letter is een A van Anton. En de 7e letter is een K van Karel. Er staat dus een Anton op 5 en een Karel op 7. 11 letters in totaal. Probeer het nog 1 keer en win zelf dat boek met handtekeningen en persoonlijke opdracht over de mop. Lopen 2 blondjes door de Kalverstraat, geschreven door Wim Daniels. En nog iemand. Stuur een mailtje naar klaretaal@rnw.nl of schrijf naar postbus 222 1200 JG in Hilversum. En denk er dus om dat uw inzending uiterlijk donderdag aanstaande bij ons binnen moet zijn. Dus ruim voor de laatste reguliere uitzending. En waarom zeggen we nu reguliere uitzending? Wel, na 31 maart komen er nog een stuk of 5 extra afleveringen van Klare Taal. Waarin we terugblikken op de afgelopen bijna 8 jaar. Zo lang bestaat Klare Taal. Gesprekken en onderdelen die wij de moeite waard vonden en die u misschien ook aardig vindt om nog eens terug te horen. We sluiten deze week weer af met de taallimmerik van de week. De spelers van een voetbalclub bij Schagen hebben over steun niet veel te klagen. Ze laten zich rijden naar uitwedstrijden met hun supporters in de aanhangwagen. Voor allen in vaderland en koninkrijk, goede moed. En voor allen op zee in het bijzonder, behouden vaart en goede wacht. Klare Taal. Dit is de Wereldomroep. 24 uur per dag via satelliet en internet. Het komende uur zenden we in Europa ook uit op de Korte Golf en de Middengolf. Voor Centraal- en West-Europa, Middengolf 1296 kHz. Ook op de Korte Golf kunt u in Centraal- en West-Europa afstemmen op 5955 kHz. En voor Zuidwest-Europa is nog steeds beschikbaar 9895 kHz. Uit de lucht gaat zometeen de zender op de frequentie 9755 kHz. Ga voor meer informatie naar wereldomroep.nl/gids. Thank you very much. This song is one of my favorites. Somebody to love.